Welkom bij eens gekke geluiden fucking fucking video van mij die schreeuwt een gek geluid maakt. Ik begin meteen met Ik ben maar een simpele knul. Ik wil gewoon een spelletje spelen. En dan opeens moet ik allemaal dingen gaan doen. Wat is dit nou weer? Good morning, Mr. Sleepyhead Matter Boy. Mario Boy has been up for a while, playing with Dragos. Okay, thanks. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Mad boy, what you gonna do? Okay. That's right, we're going to get a ceremony for soon before the day ends. That's my thanks to you. I shall play even harder than I normally do. Please don't. Great, Deku Tree. This year, you have once again produced some splendid seeds. Shit, man. Hadouken, bitch. En nou zijn ze allemaal op. Oké. Sterf. Oh, ik heb geen kaarten meer. Laat maar. Oh, you died. Oké. Ik was er niet van bewust dat dit een boss battle was. Nou, we kunnen hem eventjes proberen. Alleen dan word ik er niet heel erg snel boos om, omdat ik weet het is een moeilijke game. Het hoort moeilijk te zijn. Fuck jou. Oké. Het hoort moeilijk. Fuck! Oké, laat maar. Schrap dat laatste stukje. Ik ga wel reetje. Ah, meneer. Oké, 1 HP. Dit kunnen we heel misschien als ze onze best doen. Onze best doen als ik mijn best doe. Fuck! Hallo mensen, mijn naam is de Meluigi. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Ik sterf letterlijk op een paaltje. De Tinko's Bruping! What the fuck ben je aan het doen? Nee, Kirby, nee, doe het niet! Oh shit! Ah! We zitten alleen maar in Kirby's en fucking maag! Scott! Je bent een beetje gestrest, zie ik. Hier, neem wat van dat taart wat boven je zweeft en dan komt alles wel weer goed. Ik ga op zoek naar een fucking uitgang. Je verwacht niet zomaar ineens te schrikken van een... Jumpscare! Zie je hoe kut het is? Dam, da-da-dam, da-dam. Da-da-dam, da-da-da-da-da-da-dam, da-da-da. Moeilijke games zijn niet leuk. Jawel, Matt, dat zijn ze wel, want je hebt al meerdere keer gezegd dat je van deze game houdt. I'm not going to stick my butt out or anything like that, though. I can't afford to die here, so I was just thinking about cutting the foot off. Dat is fucked up. Dit is een fucking Nintendo game waar we het over hebben. What the fuck? Oké, ik kan zien waarom deze game niet in Amerika en Nederland is uitgebracht. What the fuck? Oh ja, dat is waar. Pak aan, GLaDOS! Ja! Ja. Ik kom hier nooit levend uit. Dus dan is het wel logisch dat je het daarin hoort. Pak eventjes onze nuke. Die gast helemaal kapot maken. Dit is echt een makkelijke stage. Oké, laat maar. Ik heb helemaal niks gezegd. Gisteren van oké, mijn Elgato werkt nu even niet mee. Het zal morgen vast... ik ben een beetje moe. Kom op. Nee. Oké. Ontwijk de vis. Oh, waar ben ik heen? Oh, what the fuck? Je kan hier naar onder? Wat? Hij komt niet. Waarom komt hij niet? Ja! Oh mijn god, yes! Hoe is het met jullie? Mij gaat wel goed. Ja. Ja, ik zit gewoon een beetje hier Wind Waker te spelen en zo. En zoals je kan zien ga ik bijna dood omdat er overal lava is. Dus niet zo positief. Maar hey, ik blijf positief. Rico, luister. Ik weet dat sinds jij je nieuwe redesign hebt, je best wel een smuggy little bitch bent. Maar alsjeblieft, ik heb je nu nodig, oké? Oké, ja. Misschien had ik je geen bitch moeten noemen. Oh, Luigi Marines, waarom ben je zo?
Vind je Pokémon Let's Go leuk? Nou, afgezien van die andere, van al die keren dat ik in de hele serie zeg, ik vind de games niet leuk, en van elke keer dat ik het zeg op stream, kan je aannemen dat ik het niet leuk vind. Dus als je ermee zou kunnen ophouden om te vragen, dan zou dat best wel fijn. Gospieve stering, dit ding is zo fucking vervelend. Oh mijn fucking god, ik wil hem gewoon helemaal kapot maken. Er kan niet veel ergens gebeuren dan alleen een paar gebroken borden en wat aangevreten voeten van het maagzuur. Wacht, is dat je huis? Oh shit. Iedereen was dood, einde. Zie jij dit? Dit heb je van me gestolen. Ben je nou trots op jezelf? Hè? Ben jij trots op je? Dat je dit van mij... Oké. Hij heeft het ook aan mij geleerd, maar soms gaat het wel eens verkeerd. En als er iets gaat wat ik niet wil, dan doe ik... Fuck jou! Jacobo de Luigi, jongens. Wat gaan we jou doen? Ze helemaal verrot schieten. What the fuck is dit voor Dragon Ball Z shit? Wacht, zei iemand daar Dragon Ball Z? Zolang jij niet normale theorieën maakt, geef ik jou niet eens de kans om een Pokémon Sun & Moon video te maken. Wat wou je doen? Me vermoorden of zoiets? Iets veel ergers. Zolang jij geen normale theorieën maakt, zal ik voor altijd voor deze Trico-poster blijven staan. Nee, niet de poster! De poster is super bekend! Twitter zegt dat zelfs! En toch wel leuke verhaaltjes, ja, af en toe. Hè. Af en toe heb ik ook nog eens wat leuks te vertellen in mijn video. En we gaan het meteen hebben over iets bizars. Namelijk iets uit de Tweede Wereldoorlog. Jullie kan fuck jou, jij fucking kutkoek. Snowman out in the lanes. Christmas cheer is almost here. Rock, I heard everything from Madeline, Rock, Sonic, thank you so much, Rock. I'm sorry, I mistrusted you. Je bent een bitch, boy. Geef me nou mijn Dragon Ball. Het heeft heel erg... Ah, kut, sorry. Ik dacht, ik hou mijn mushroom lekker. Gaat even lekker chill worden. Maar wat gebeurt er dan? Dan gaan we opeens dood. En dan wordt het helemaal... Ah, kut, sorry. Ik probeerde mij te haasten. Haastige manier te vinden om... daadwerkelijk op school te komen. Ik besloot uiteindelijk mijn lieve geweldige opa te bellen. Shout-out naar mijn opa. Hij is de beste opa van de wereld gewoon. Want hij bracht me gewoon effies. En vandaag heb ik de legendarische hulp van mijn legendarische opa opnieuw moeten in... Fuck jou. Oké, ik ga gewoon checkpoints gebruiken, want dit is gewoon kut.